Hallo iedereen en wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Star Stable video. Vandaag gaan wij verder met de Frankenstein missies. Nou, het zijn geen Frankenstein missies, maar het zijn wel de Dino Vallei missies. We staan nu bij Edfield, bij herberg het Wolfshuis. Oh. Oké, nou ja, Frank en Igor, dus Frankenhuis en Frankenhuis. Frankenstein en Igor, die engert, die zijn met een vrachtwagen erin gegaan. Waar zijn ze? We zijn in de Dino Vallei. Dus ja, gezellig. Ze zijn er al, stelletje. Niet op mijn wachters. Ja, ik zie jullie in de Dino Vallei. Tot zo. Oké, daar zijn we weer. In de Dinosaurus Valley. We zijn nog niet bij Nick Stone Ground, maar we zijn wel in de Dino Vallei. En dan kunnen we een beetje van de sneeuw genieten, want hey, heel leuk sneeuw. En ja, sneeuw, leuk, joepie. Nee, de reden dat ik even ging skippen is omdat ik lui ben. En ik natuurlijk weer alle trailers heb gepakt, mogelijk. En waar zijn ze? Die zijn er vast doorheen gezet, of niet? Professor Einstein, u bent niet aardig. Even kijken. Dat is die kant op, dus dan ga ik hier wel naar beneden. Ja, ik heb natuurlijk weer alle trailers mogelijk gepakt. En dat wilde ik jullie even besparen. Want het was echt heel veel laatheid. En wie heeft er nou zin in laatheid? Niemand. Ik ook niet. Oei. Ja, die kan ik niet. Die sprong kan ik niet nemen. Ik kan het proberen, maar ik denk niet dat het gaat lukken. Volgens mij ga ik ook helemaal de verkeerde kant op. Maar weet je, nou hem. Kom, loop! Holle Jezus. Wat een irritant ding. Hoi, er zit iemand in het water hier. Moet hij niet een beetje doodvriezen nu eigenlijk? Frankie! Frankie! Hey, maar. Bedankt. Ik beloof hem geen. Ik zweer op de graf van mijn moeder. Star Stable, mijn moeder. En nee, je moet ook niet zweren op je moeders graf. Kom op, mam. Wat is dit voor een creepshow? Hé, waar is Frankie? Waar is Frank E. Stein? Is hij gaan zwemmen? Dit was veel makkelijker geweest. Zo, ik heb echt een mooi outfit aan nu. Wat is die aan het doen? Ik heb ooit zo iemand achterop bij mij op de scooter gehad. Die ging dan mee draaien. Met alles wat het paard deed. Wat de scooter deed. Dus je weet toch, als je evenwicht moet bewaren, als je naar rechts gaat, als je de bocht naar rechts neemt, dan moet je een beetje links buigen. Om rechter blijven staan. Als je naar rechts buigt, dan kan ook al gewoon, maar wacht, wat was mijn voorbeeld? Als je naar rechts gaat, moet je naar links buigen. Dus je kan ook naar rechts buigen, maar keep show. In het bak? Wat is een bak? Oh, Frankie, die staat nu daar. Maar als je dus op de scooter zit en je gaat naar links of rechts, weet ik veel wat, dan moet je eigenlijk een beetje de andere kant op leunen, zodat je niet helemaal valt. Maar aan de andere kant kan je ook weer gewoon de andere kant op buigen om gewoon een beetje stoer de hoek om te gaan. Ik weet niet, ik heb al heel lang geen scooter meer gereden, dus ik heb geen idee hoe dat ook weer werkte.
ik boog altijd de andere kant op. Maar dan heb je er één en die gaat dan helemaal rare beweging doen. En dan tief je neer natuurlijk, hè. Want, ja. Als de ene rechts leunt en de andere links, kom je niet ver mee. Wacht. Terug. Ik zie wel. Ik weet niet waar je bent, maar ik zie wel. Daar ben je. Voordat ik de pokkenend terug ga. Maar pokkenend is niet zo heel ver, maar... Dan kan ik weer heen en weer. Daar heeft de mens natuurlijk geen zin in. Want nogmaals, ik ben lui. Ik weet trouwens niet of mijn voorbeeld van die scooter echt helemaal top is. Ik weet echt niet meer hoe je scooter rijdt. Als ik dat nu ga doen, dan raak ik me evenwicht waarschijnlijk kwijt. En fietsen vind ik eng om door de bocht te gaan. Vroeger deed ik echt zulke rare capriolen op mijn fiets en op mijn scooter. Dat ik nu echt zoiets heb van, hoe heb ik dat ooit voor elkaar gekregen? Als ik nu mijn fiets opstap, dan tiefde ik er al af voordat ik er eigen heb. Hij vindt jou niet meer interessant, daarom staat hij bij professor Einstein. Oké. Hoi Zoe Big Shield, je zit in de video. Frank? Ben jij het Frank? Professor Frank E? Jij die al die jaren verdwenen was? Mijn bro... Wait, what? Frank leeft. Nou, leeft. Zeg hallo tegen Frank, Bambi. Hi. Ik vind Frank een beetje creepy. Het zal wat tijd in beslag nemen. Frank is 10 jaar geleden verdwenen. Dus een paar aardige dagen overleeft hij wel. Ja, want het is ook echt logisch dat je een race gaat maken in een verborgen, verlaten dinosaurusvallei. Waar technisch gezien niet eens dinosaurussen zijn. Star Stable, ik vind het een goed idee om een echte... om echte dinosauriërs hier te laten lopen. Moet ik echt alles onderzoeken? You have found a crack. You have found no crack. You have found a chicken. Moet ik echt alles langs? Heeft de mens nog geen zin in? Dinosaurusvallei. Wat ben je irritant. Ik vind je hier helemaal niet leuk, want het is zo mistig. Ik wil geen mist zien, ik wil rust en mooiheid en... Blauwe bloemen. Blauwe ijsbloemen. Oeh, dat is een goed idee. Blauwe bloemen. Blauwe bloemen in een ijskoud vallei. Ijsbloemen. That would be so cool. Dat was even een impressie van Chandler Bing. Hashtag Friends. Kennen jullie vast wel. Komt altijd op tv. Maar dan ook echt altijd. Oh wauw, ik hoefde er maar één niet te doen. Welk slecht nieuws trouwens. Zoveel barst had ik niet gewonnen toch? Hoi. Verzamel ijspegels.
Nou, dat heb ik nog nooit hoeven doen. In real life dan, hè? Dat is niet helemaal waar. Ik heb het al een keer gedaan. Maar zeg nou zelf, wie doet dat niet? Als je een ijspegel ziet hangen, dan pak je hem toch. Echt, Star Stable, waarom maken jullie zulke watjes van een paardenrij? Oké, ik ben eruit. Ik moest even schelden. Doe ik liever niet op camera. Ik moet zo meteen wel even... Echt waar, ik had er maar 3 nodig. Mocht niet eens, ik had er maar 2 nodig. God fucking hell. Ja, scheld ook toch. Nou, wat ik net zei was iets erger. Want ik was een beetje geïrriteerd. Paarden zijn een van de machtigste soort beesten die je hebt. Ja, beesten. Lekker boeiend. Dieren, beesten gaan dan niet racistisch lopen doen over beesten. Lekker boeiend. Een van de machtigste dieren. En in dit spel struikelen ze over een hekje. Wat klopt daar niet aan? Star Stable. Wat klopt daar niet aan? Ja. Veel, toch? Ja. Deze beesten, deze dieren kunnen karren voortrekken. Kunnen, weet ik veel wat, dingen tillen. Ze kunnen door rivieren heen zwemmen. Ja, de meeste paarden. Niet alle paarden. Maar jullie vatten het idee. Dit is een van de sterkste soorten. En in dit spel zijn het imbecielen. Die niet eens een heuveltje op kunnen. Star Stable, get your priorities straight, please. Ik weet het, ik ben een erg bitter persoon. Oké, dat weet ik. Op sommige momenten kan ik gewoon niet tegen. Nee, echt? De briefbus is altijd leeg. Waarom zou je verwachten dat er iets in zit? Ugh. Nee. Dus ik moet dagelijkse missies gaan doen, maar ik kan er geen reputatie mee verdienen. Dat is een goed plan. Oh, daar. Dan moet ik naar beneden zeker. Deze kant is het makkelijkst. Ik kan hier niet meer tegen. Kijk, en dit is dus de reden waarom ik altijd een maand lang geen Star Stable meer speel. Dan heb ik het gewoon helemaal gehad met het feit dat alles de hele tijd kapot gaat. Nou ja, niet kapot, maar gewoon zo verdomd irritant is. Dat ik er gewoon echt helemaal zwaar klaar mee ben. Hallo, ik klikte er echt op hoor. En nu zijn jullie dus getuigen van mijn Star Stable breakdown. Het heeft even geduurd, maar hè? Alle Jezus. Irritatie ten volste. Alsjeblieft. Echt waar? Wat kan ik met jou doen? Rapporten opmaken. Kijk, dat wil ik wel doen, want dat is hier. Dat is makkelijk. Zo. Ik kan van 5 keer een blaadje schrijven, geloof ik. Oh.
Dan ga ik zo meteen nog even opruimen. Eerst het middagdutje doen. Ja, het is nog best vroeg. Het is nu 12:30. Zo lang ben ik nog niet wakker. Ik was om 10:15 wakker. Valt wel mee. In de laatste tijd ben ik zo een beetje suffig. Ik weet niet hoe dat komt. Het is nog best druk hier op de Dinovallei. Vooral op een dinsdag. Do you smell that? Simone Greenkeep. Ik ruik hier vooral gebakken ei, want dat heb ik net gegeten. Maar 1,5 uur geleden, maar het ruikt hier nog steeds naar gebakken ei. Is dat 1,5 uur geleden? Nee, dat was zelfs 2 uur geleden. Dat is om 10 uur, toen ik wakker was. Ja, sorry. Hoe vinden we deze outfit trouwens? Ik weet niet. Ik vind hem een beetje pyjama-achtig. Het strikje vind ik wel awesome. Hij is zo shiny. We zijn blauw vandaag, want ik wilde eigenlijk een ander paard pakken. Maar Dinovallei missies, weet je? Dus toen besloot ik om een andere outfit aan te trekken. Nou, Star Stable is ook niet meer jarig nu, dus net als de afgelopen paar video's. Dus ja, weet je, dan moet ik natuurlijk wel even een hele nieuwe outfit. En dan alles afmaken in de Dinovallei, dan hoef ik er nooit meer heen. Het gaat om het idee. Nee, dan hoef ik er nooit meer heen. Ik heb heel veel missies met... reputatie, et cetera, et cetera. Jongens, ik ben moe. Godgloeiende. Ik heb nog heel veel reputatiemissies, dus ik ga zo meteen waarschijnlijk even een beetje reputatie grinden. Dank u. Reputatie grinden. En dan vind ik het helemaal prima. Ga ik even dutch doen, denk ik. Of even relaxen. Dan ga ik opruimen en dan... is mijn vrije dag alweer voorbij. En dan moet ik weer werken. Ik heb geen zin. Ik ben toch op vakantie. Ik ben echt toe aan vakantie. Nou, iedereen hartstikke bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vonden jullie dat nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Zijn jullie nog niet geabonneerd? Abonneer dan even op de grote rode knop hieronder. Of in rechtsonder in het hoekje staat een playbutton. In het roze. Daar kun je op klikken en abonneer je ook. En aan het einde van de video staat er geloof ik meestal ook een foto van mijn kanaal. En daar kan je ook klikken. En dan kan je ook abonneren. Dus er is zoveel mogelijkheden. om het knopje abonneren te drukken. Dus jullie vinden hem zeker wel. Druk dan ook gelijk even op het notificatiebelletje. Voor ja, meldingen als ik een video upload. Maar dat is meestal elke woensdag en zondag. Dus... heel veel verrassende dingen zullen er niet tegenkomen. Misschien als ik een keer live ben. Random tussendoor. Voor de tweede keer live. Dan moet ik eigenlijk ook wel gewoon een keertje doen. Maar dat komt allemaal nog wel. En voor nu zeg ik jongens een hele fijne dag gewenst. En tot de volgende keer. Doeg!